week spraken we met elkaar over Somaya. Ja. Toen reageerden jullie daarop, ja, ik weet het eigenlijk allemaal nog niet. Mm-hmm. We zijn inmiddels bijna een week verder. Mevrouw Hermans heeft bij buiten of ineens gezegd, ja, ik heb er toch gekke gevoelens bij. Ja. Wat is de status? Hetzelfde, ik ben het met u weet het niet. Jawel, laat ik zo zeggen, we zijn erover bezig. Maar zodra er iets nieuws te melden is, komen er Maar is het gevoel al anders bij u? Want vorige week werd er ook door meneer Aarts bijvoorbeeld gezegd, ja, staatsrechtelijk bekijken, ze heeft de straf uitgezeten. Maar het gevoel is inmiddels wel gekeerd, heb ik het idee. Ik was niet van plan daar tussenstanden over te geven. Dus als we daar iets naders over hebben, komen we ermee. Dus ik heb nog steeds niks. Nee, sorry. Nee, sorry. Dat is weer zo'n triest antwoord. Ja, vind ik ook. Ja, vindt u ook. Ja. Nou, bedankt voor niks. Ja. Dank. Waarom is er dan twijfel over? Nogmaals, als we er verder mee zijn, dan komen we er mee naar buiten. Maar zegt die twijfel eigenlijk niet al voldoende? Nogmaals, het is niet netjes over personen, dus ik ben het heel met Sophie Hermans eens dat ze erover zijn zondag. Maar verder zeggen we er niks over tot we iets te melden hebben. Dus want het gaat over mensen. Twijfel is, dat staat buiten kijf, maar dat is het dan. Nogmaals.